Ik ging naar een van de duurste bakkers ter wereld, namelijk Cédric Rollet in Londen. Nadat ik ergens achter in het restaurant een plekje kreeg en de menukaart opende, schrok ik mij de pleuris. Een sapje kost hier al meer dan 13 euro. Ik kreeg een rondleiding door de keuken en de gebakjes worden hier echt behandeld als een kunstwerk. Ik koos de meest populaire. Wat was de name of this one? Vanilla flower, the most famous one. Nu eerst even naar de wc en moet je deze wc eens zien. Ik begin gewoon zenuwachtig te worden om dit gebakje te eten. Ik heb ook een ijskoffie besteld en even later kreeg ik ook het gebakje. Het ziet er echt uit als een kunstwerk en ik vind het bijna zonde om hem op te eten. Ik moet eerlijk toegeven dat dit echt heel erg lekker is. Maar na 5 happen had ik wel genoeg. Can I maybe put it for takeaway? Dan de rekening. In totaal kostte dit mij €55,42 voor 1 gebakje en een ijskoffie. Volg mij voor meer van dit soort content.